En de start is gevallen. Begin met een galopade voor de 2, Jack Baldwin. En de leiding wordt genomen door Henry Buitenzorg. Uitgeschakeld, nummer 2 galop. Henry Buitenzorg, dat is de leider als de paarden de eerste bocht in gaan draaien. Jojo Harley ligt op plek 2. Derde aan de buitenkant is Fury Di Muccio. Op de vierde plaats aan de relingzijde, Hotshot Rob. Vijfde ook aan de relingzijde, Handsome Guy. En zesde ligt nog in het tweede spoor, maar gaat misschien ook wel naar de relingzijde, Loverboy Vrijthout. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde. In tempo wordt daar gemaakt door Dion Tesselaar met de favoriet Henry Buitenzorg. Aan de buitenkant komt de trainingsgenoot naar voren. En dat is Fury Di Muccio. Fury Di Muccio aan de buitenkant gaat de leiding overnemen. Tesselaar neemt Henry Buitenzorg al ietsje terug. En zo liggen ze 1 en 2. Als we de eerste 500 meter inmiddels hebben gehad. Fury Di Muccio leidt, Henry Buitenzorg tweede. Derde plaats is voor Jojo Harley. Op de vierde plaats daarachter Hotshot Rob. Dan volgt Handsome Guy. En de laatste plaats is voor Loverboy Vrijthout. Zo ronden de paarden de bocht, komen zo meteen in de rechte lijn voor de tribune en hebben we nog een volledige ronde te gaan straks met aan de leiding Fury Di Muccio. Galoppade daar van Jojo Harley. Kort foutje, is wel de positie kwijt, zal nu terug moeten of door naar voren, maar terug lijkt de meest logische optie op dit moment. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune langs. De lege tribunes, dat wel, maar het zijn wel de tribunes van Wolvega. Dat is mooi om te zien. En de leiding is in handen van Fury Di Muccio. Fury Di Muccio, Henry Buitenzorg, dan een flink gat naar Hotshot Rob. Daarachter volgt Handsome Guy. De buitenkant blijft hangen, Jojo Harley. En de laatste plaats is voor Loverboy Vrijthout. Zijn 900 meter van huis en de paarden gaan de rechterbocht nu in. Voorste twee, dat zijn twee trainingsgenoten, liggen iets voor de rest. Fury Di Muccio en Henry Buitenzorg. Daarachter op de derde plaats volgt Hotshot Rob. Daarachter wordt al wat gedreven Handsome Guy. Aan de buitenkant daarnaast Jojo Harley. En ook een aansporing nu voor Loverboy Vrijthout. Halverwege de rechterlijn overzijde. Groeiende voorsprong voor de voorste twee. Fury Di Muccio en Henry Buitenzorg. Hotshot Rob op een lengte of 3 daarachter. Aan de buitenkant komt Jojo Harley weer terug. Die gaat naar de vierde plaats. De vijfde plek is voor Handsome Guy. Zo zijn de paarden op weg naar de 500 meter paal. Die passeren ze nu en de leiding is in handen van Fury Di Muccio. Fury Di Muccio, Henry Buitenzorg. Naar de derde plaats gaat toch weer Jojo Harley. En inmiddels zijn de paarden halverwege de Tjarda-bocht. Uitgeschakeld, nummer 3 galop. Tweede galoppaarde van Jojo Harley en nu is hij eruit. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Daar leidt Fury Di Muccio, daarachter ligt Henry Buitenzorg en die wordt nu naar buiten genomen. Gaat tussen deze twee paarden. Fury Di Muccio aan de binnenkant, Henry Buitenzorg aan de buitenzijde. Fury Di Muccio aan de binnenkant, geeft geaardig partij. Fury Di Muccio, Henry Buitenzorg aan de buitenzijde, nog altijd Fury Di Muccio. Henry Buitenzorg probeert het nog wel. Henry Buitenzorg haalt het ook nog net. Henry Buitenzorg met een neusje voor Fury Di Muccio. Derde plaats is voor Handsome Guy en de vierde plaats.